Paramaribo groet u, mijn beste vrienden all over the world. We zijn bezig met het onderwerp wat ons gaat verlossen uit het bestrijden van symptomen. We willen naar de kern gaan van dat ding. En zoals uitgelegd in vorige video's, de kern van die ziekte is verdeeldheid. En je kunt dat zien in de laatste verkiezingen. Daar hebt u meegemaakt dat er 17 partijen waren die streden om zetels. Triest. Ik rond af 400.000 mensen, dat is ons electoraat. En daarvoor gingen 17 partijen aan de slag. Het aantal te winnen zetels in het parlement, bij ons DNA, is 51. Terwijl ze bezig waren, hadden we hiervoor gewaarschuwd, er zullen partijen zijn die 0 zetels haalden. En het klopt. Slechts 6 partijen van de 17 hebben zetels behaald. 4 van die partijen hebben zich verenigd tot een coalitie. En terwijl ze bezig waren, begonnen we ook te schreeuwen. Ga er niet in. Doe niet aan mee. Bos dat ding. Het is niet goed. Maar, zoals altijd, men luistert niet, omdat die ziekte natuurlijk heel diep geworteld is. Aan die 11 mensen, die 11 partijen, die 0 zetels behaald hebben, zeggen we nogmaals, use your brains. Suriname Unite is een gigantische mogelijkheid om dat echte ding te doen. En ik heb het niet eens over een politieke partij. Ik heb het over een ideologie die gebaseerd is op eerlijkheid, integriteit, rechtvaardigheid, recht voor één, recht voor alle, geen mensen met ingebouwde voorrang en het voordeel voor elk kind wat op deze aarde in Suriname geboren wordt. Ik zal u een voorbeeld geven. Elk kind in dit land moet bij geboorte recht hebben op een stukje grond in Suriname. Daar mag nooit meer over gediscussieerd worden. Hoezo? Je bent hier geboren, je hebt recht op een stuk grond. Dat want dat je net zoals je een geboorteakte krijgt, net zo krijg je een stempel waarmee je op je 18e jaar jouw grond kan gaan halen. En voor de rest zijn allemaal administratieve dingen, maar in elk geval moet het zo zijn dat wij de mogelijkheid ontnemen aan boeven en dieven om met grond te gaan speculeren. Terwijl het zo gigantisch veel grond is. Al krijgt elke Surinamer 1 hectare, dan blijft er nog over. Jereno. Dat is een van die dingen. Het andere ding is gevaarlijk belangrijk. Suriname moet een grondwet krijgen die gebaseerd is op recht voor één, recht voor alle, integriteit, eerlijkheid, waardevastheid. Die grondwet moet geen ruimte openlaten voor allerlei juridische discussies en allerlei vromoes en dingen, want daar is het niet goed. Gelegenheidswetgeving moet tot het verleden gaan behoren.
Hoezo? Hoezo? Dus je gaat een wet maken speciaal om een boef te helpen. Je gaat een wet maken om dieverij te legaliseren. Beste vrienden, wij hebben het ons laten overkomen. Ik noem je een paar dingen. Want Corsu, dat symptoom van rennen achter al die mensen en al die dingen gaan doen, dat wordt ingegeven door verdeeldheid. Wanneer jij en ik die gigantische barassa kunnen maken, kunnen politici die zich zo noemen niks doen. Ik ga het de volgende video hebben over de manier waarop ze niks gedaan hebben met het momentum. Maar voor u en ik, wij weten, ons moment is nu, straks en morgen. Wat wij doen, doen we niet voor onszelf, maar voor de kinderen van wie we het land geleend hebben. Suriname, unite.